Vizan. Geen buitenspel, daar is de belde voor de 0-1. Maar meteen gevaar in dit wedstrijdbegin. We spelen nog maar 2 minuten. Geen buitenspel, de belder en dan de Fournie die dat goed doet. Torma. Gaspar, die heeft al kilometers gelopen en tegen de paal die kopbal van de belder. Cerkelen alsmaar dichterbij die 0-1, maar dit was er wel bijzonder dichtbij. Dylan de Belder. Grisan trekt zich op gang. Mercier. En dan moet het nu richting Torma. Kijk eens, die is snel. Torma, controle. Torma, kappen. En dan gaat hij neer. Niks gebeurt, zegt Vergoten. Allemaal van de bank bij cirkelen. Maar geen overtreding volgens Vergoten. Hier kappen en dan krijgt hij toch een duw van Laurent. Dit is penalty hoor. Kijk eens hoe snel Zenki met de voorzet. En natuurlijk is het Bruijs. Juan Stevens op de juiste plaats. En zo staat het 1-0. Opnieuw is het Florent Stevens. 5 minuten ver in de tweede helft. Torma. Torma in de 16. Gaat neer. En nu wijst hij wel naar de stip. Mercier oog in oog met de Fournie. Mercier voor de gelijkmaker en hij trapt hem binnen. Hard en de Fournie kansloos. En zo staat het 1 tegen 1. Grisan, Grisan, Buil met de winning goal. Nee, de redding van de Fournie alweer. Buil met de kans op de 1-2 in de allerlaatste minuut van de extra tijd. Maar de Fournie speelt een uitstekende wedstrijd. Nu wel raak, nee! Ongelooflijk, Dylan de Belder met de kans. Hier nog eens die kansen in het uiterste slot van de wedstrijd. Buil en dan heel goed gereageerd door de Fournie. Robijn met de voorzet en dan bal van de belder op de dwarsligger.